De onderzeeër Titan raakte enkele uren na zijn vertrek vermist. De duikboot was onderweg naar het wrak van de Titanic toen het implodeerde. Alle inzittenden kwamen om. Het weer in de maand juni is warm. De gemiddelde temperatuur ligt op 19,4 graden Celsius. Het is daarmee de warmste junimaand sinds 1901. Dit gebeurde er in Almelo. De Voedselbank Almelo organiseert een verwendag voor haar cliënten. En waarom wordt deze dag eigenlijk georganiseerd? Nou, om vooral de cliënten van de voedselbank echt even in het zonnetje zetten. Een onbezorgde dag te geven. Een dag dat ze niks aan hun hoofd hebben waar ze eigenlijk normaal gesproken niet aan toekomen. Vooral vanwege de kosten. En dat wij ze dit wel op deze dag mogelijk kunnen maken. Ja, het is echt belangrijk. De activiteiten die er worden georganiseerd. Daar hebben de cliënten normaal geen geld voor. Of het is moeilijk om daar tijd voor te maken. En op zo'n manier kunnen ze toch even echt genieten. En hebben ze weer een nieuwe energie om weer naar een nieuwe dag te beginnen. Dus dat is wel heel erg fijn. Ja. Voor en door de Windmolenbroek was de eerste editie van het MULN Festival. Er waren allerlei soorten activiteiten te doen. Urenco Almelo, het bedrijf dat brandstof maakt voor kerncentrales, houdt een open dag. We staan bij Materials Handling. Dat is onze logistieke hal waar aanstaande zaterdag mensen tijdens de open dag een kijkje kunnen nemen. Wat is er nog meer te doen op die open dag? Er is van alles te doen. We hebben een klimwand voor kinderen. Er is een blusdemonstratie. Mensen die zich hebben ingeschreven kunnen een tour door onze verrijkingsfabriek volgen. En voor alle leeftijden kunnen ze op de trein over het hele terrein. De 7e editie van de Almelo City Cup wordt in het Erve Acito gespeeld. De City Cup is een walking voetbaltoernooi. We zijn hier bij de Almelo City Cup. Kunt u mij uitleggen wat dat precies inhoudt? De Almelo City Cup is een internationaal walking voetbal toernooi. Dit is dit jaar voor de 7e keer. En we hebben 3 klassementen voor heren, voor de fanatiekelingen en voor de mensen die wat gerelativerender zijn en een damesklassement. En de teams komen uit Frankrijk, Duitsland, Engeland, Polen, België en Nederland. Dat is een best wel groot toernooi dus. Het is het grootste toernooi van Nederland, zeker, misschien wel van Europa. En je ziet het wel aan het enthousiasme van vanmorgen. En, ze genieten allemaal met volle teugen. En ze zijn soms ook wel een tikkeltje fanatiek. Hoe is de organisatie tot stand gekomen? Wij hebben in 2016 gemeend omdat wij dit toernooi te gaan organiseren als Colstars Heracles. We hebben daarvoor een eigen stichting opgericht. En dat betekent dat de walking voetballers van Heracles dit toernooi zelf organiseren. Het Almelo Straatmuziekfestival is dit jaar voor de 13e keer in de Almeloze binnenstad. De gemeente betaalt Omroep 1 Twente 150.000 euro om een redactie in Almelo op te zetten en om samen te gaan werken met Omroep Almelo. In hoeverre voldoet A-Visie aan de criteria in het kader van de nieuwe mediawet? Nou, als je de nieuwe mediawet, die gaat uit van een keurmerk. Nou, wij zijn de laatste jaar, anderhalf jaar druk bezig geweest om te kijken van jongens, voldoen wij als omroep aan het keurmerk? En daar zijn wij, maar we hebben een hele goede slag in gemaakt en ik durf eigenlijk wel te stellen dat wij voor 90-95% nu aan dat keurmerk voldoen. De 13e editie van de Almeloze Veteranendag, georganiseerd door de gemeente en het lokaal veteranencomité. Bedoeld om alle militairen te bedanken die zich hebben ingezet voor vrede en veiligheid. De Veteranendag wordt ons aangeboden door de gemeente, door het gemeentebestuur en de gemeente. En wij als veteranencomité helpen mee organiseren deze dag op te zetten. Nou, wij vinden het heel erg belangrijk dat veteranen aandacht en waardering krijgen. En dat doet de gemeente op deze manier. Wat vindt u er trouwens van dat er zoveel jongeren hier aanwezig zijn? Kennelijk voor die opleiding en dus die militaire toekomst hebben gekozen.
Ja, dat doet natuurlijk enorm goed. Hè. De Defensie heeft natuurlijk een hele lange tijd van alleen maar bezuinigingen gekend. Nou, helaas is het zo dat de wereld niet vrij is van oorlogen. En dat we heel dicht bij een oorlogsgebied zitten. Hè, zoals wat er nu gebeurt in Rusland en de Oekraïne. En daarbij is ook voor de politiek, laat maar zeggen, het besef gekomen dat wij de vrijheid niet voor niks krijgen. En dat we er ook wat voor moeten doen. En dat betekent niet alleen het beschikbaar stellen van materiaal en geld. Maar daarnaast ook het mensen opleiden. Want je kunt heel veel materiaal hebben en heel veel geld krijgen. Maar je moet ook wel de mensen hebben die in dat materieel zitten en die dat materieel onderhouden. Het team van Straatpraat vroeg aan de bezoekers van de donderdagse markt. Hoe houdt u het hoofd koel? Ventilator in huis aan. Dat helpt? Ja. Ik heb er een die kan je op drie stammen zetten. En er is een tafelmodel. Nou, en als ik denk van mijn kant is niet warm, koud genoeg, dan zet ik hem op de reservoir, dat hij even de andere kant op waait. Dus u heeft er wel baat bij? Ik heb er baat bij. En veel water drinken. Dat is ook iets waar u veel baat bij heeft? Ja. Echt. En de beestjes ook. De 55ste Almeloze Ruiterdagen zijn weer van start gegaan. 10 dagen lang ruitersport in Almelo. Is toch wel het grootste evenement van Almelo. Weten Almeloers de weg hier naartoe wel te vinden? Nou, dat is iets waar wij als organisatie wel tegenaan lopen. Wij zijn inderdaad het grootste paardensportevenement van Nederland. Misschien wel het grootste evenement van Almelo zelf. Ook vooral omdat we 10 dagen lang hier ons evenement hebben. En wij merken dat heel veel Almeloers, ja, die kennen dat wel, de Almeloze Ruiterdagen. En ze rijden hier langs de weg en ze zien al die vlaggen hangen. Maar toch komen ze hier niet. Dat vinden we jammer. Want dit is veel meer dan alleen paardensport. We hebben hier eten, we hebben hier drinken. We hebben een lekker koud biertje, wijntje. En dat ook wat fris voor de mensen die geen alcohol drinken of met de auto zijn. Maar toch, heel weinig Almeloers komen hier daadwerkelijk op het terrein. En dat vinden we wel jammer eigenlijk. Maar wat zijn nou wedstrijden wat interessant is om naartoe te gaan? Ja, wat is leuk. Zondag hebben we hier de finale springen voor de ponies. Dat is wel erg leuk om te kijken. Over het hele terrein, over grote hoogtes dat die paarden springen. Volgende week woensdag, zoals ik zei, de koetsentocht. De koetsentocht, nou ja, er komt een stukje in de krant met een precieze route. Die is ook te vinden op onze website. Die rijdt door de stad, dus die is ook leuk om te aanschouwen. Met om 3 uur het défilé hier op het hoofdterrein. Wout Brama is aanwezig bij zijn eigen toernooi op de velden van amateurvoetbalvereniging PH. Het nieuwe hoofdkantoor van Credits wordt eind juni officieel geopend door koningin Maxima. Het Erva Asito vormt het decor voor het muziektheater De Lomo, een theatershow over de voetballer Darius De Lomo. Hoe is het voor jou? Heerlijk. Echt een gevoel van thuiskomen. Lekker optreden. Lekker een hele fijne groep voelt als familie. In het stadion. Heel spectaculair. Ja, en heb je al eens eerder een dergelijke spektakelstuk meegemaakt? Nee, dit is mijn eerste theaterstuk. Ik zing normaal in een band en dat is een ander soort rol. Maar zo groots en zo groot als dit. Dat is mijn eerste keer. Als je het nog eens een keer weer over moest doen, ging je weer meedoen? Oh ja, zeker. Zeker weten. Ja.